Weet je wat we nu bedacht hebben? Nou? De Tasty Tour of Texel. Oh, en wat houdt dat precies in? Dat is een route langs alle producenten om met al hun lekkers een goede maaltijd te maken. Oh, wat een leuk idee. En ik ben vandaag een rondje wezen rijden. We zijn begonnen met de oesters. Die hebben we geplukt op het wat. Daarna zijn we naar Hoogvliet gegaan voor een Texels rund. Een flesje liefde met bladgoud uit Oosterend. Okay. Heerlijke asperges, het witte goud van Texel. De wijn van Wijngaard de Kroon van de Rozendijk. Orenkees van Wezenspiek. Natuurlijk niet te vergeten. De lamsham en de worsten van Goinga. De heerlijke aardbeien van de zelfpluktuin. De duindorenjoghurt van Novalis. En met al dit lekkers mag ik de nieuwe recepten maken. Kijk eens. Dit is een lekkere. Ze liggen hier gewoon voor het oprapen. Zo, en daar hebben we Hoogvliet voor de Texels rund en lam. Hi. Hey, ja. Hi, Trinette. Heb je een kilootje rosbief voor me? Ja, natuurlijk. Doen we. Mooi. Echt Texels rund. Echt Texels rund van onze eigen koeien. Wat is nou het kenmerkende van Texels rund? Het kenmerk is dat het op Texel geboren is. En op Texel geslacht is. En op Texel gelopen heeft. Heerlijk. Vetsel kan je het niet krijgen. En dat proefje. Hé, hey, eet smakelijk. Zo. Lekker rosbiefje. Het wijnhuis, slijterij, distilleerderij. Hi, heb je een flesje liefde voor mij? Geluk heb ik. En als jij geluk hebt, heb ik ook liefde voor je. Dat doen we. Kom binnen. Oké. Okay. Dat is groot. En mooi. Hier moet het geluk te vinden zijn. En de liefde. Laten we het hopen. Ja, je kwam voor de liefde, hè? Ja. Nou, loop mee. Hoe smaakt nou het geluk? Het geluk is sinaasappel op cognacbasis. En de liefde is sinaasappel met anijs en dat beroemde bladgoud erin. Gezondheid. Dat moet goed komen. Ja, dat kan bijna niet anders zeggen. Een lekker koetje. Een flesje liefde. Kijk, het winter. Dankjewel. Lekkere asperges. Vers van het land. Zo, die zien er weer lekker uit. Ja, fantastisch. Ik wil wel deze. Ja, deze wees je inderdaad aan bij mij. Dus wel, hè? Ja. Hoeveel wil je? Doe maar een kilo. Deze geschild of ongeschild? Ja, wel geschild. Een prachtig apparaat is het toch. Super, hè? Ja, daar kan je thuis niet tegenop, hoor. Nee, hoor. Hé, hey, bedankt. Nou, smul er lekker van. Doei. Doei. Doe nog even wat aardappels. Hi Trudy, ik kom aardbeien plukken. Nou, dat kan. Als je gewoon het pad volgt, de bordjes volgt, er staan doosjes en er hangen aardbeien genoeg. Ja, ga ik doen. Hey Willem, heb je nog wat laten hangen? Ja, daar hangt nog genoeg, hoor. Mooi, dan ga ik nog even plukken. Kijk eens, een lekkere aardbeien. Lekker kijk hoor. Nou, een ruime pond. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, lekker. Dank je. Hey, doei. De lekkerste granaal van heel Nederland. Hi. Hi, goedemorgen. Ik wou 200 granalen van je. Texelse granalen? Ja, tuurlijk. Wat else? Dat zijn toch wel de lekkerste. Ja, zeker weten. Hey. Alsjeblieft. Hey, en bedankt. En smakelijk en een fijne dag. Doei. Tot ziens. Zo. Even een kaasje halen bij Wezenspiek, de winkel. Hi. Hallo, goedemiddag. Ik wou een stukje orenkees, kan dat? Jazeker, nou ik sta er net mee in mijn handen. Lekker. Wilt u nog even proeven? Nou, heel graag. Kijk, alsjeblieft. Schapenkaas met oorlam? Nee, het is met lamsoor. Lamsoor. Lamsoor, ja. En dat zilte, dat is van de lamsoor. Ja. Dan hebben we ons vier. Dat ga ik voor u regelen. Nee, dat was hem. Oké, tot ziens. Dag.
kijken als ze hier van die lekkere duindoren hebben. De duindoren yoghurt. Hallo. Ik ben Dees. Goedemorgen. Even kijken. Dat is de duindoren yoghurt. Doei. Doei. Slagerij Gooienga. Daar moeten we zijn. Hey, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom wat lamsham halen bij je. Dus een gekookte lamsham, hoeveel wil je? Nou, 400 gram. Ja, dat is nou, goed. Voor je personen. Ja. 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 Zo, dit is 400 gekookte lamsham. Heerlijk. Ja. Wil je anders iets? Wat zijn dit allemaal voor worsten? Dit is bijvoorbeeld ganzen met worst. Dit is eigengemaakt gewone varkens met worst. En dan maken we van varkens van de varkenshoeve. Grillworst wat we zelf maken. Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, eerst maar eens even een pauze. Kopje koffie. Mag ik aanschuiven? Ja hoor, graag. Nou, gezellig. Broodje lamsham? Ja, voor mij. Alsjeblieft. Kijk eens. Alles vers gemaakt. En een tosti lamsham. Oké. Alsjeblieft. Nou, dat is mullen. Hey jongen. Heb je een watlopertje voor ja, me? Ja, natuurlijk. Uit eigen distilleerderij, een 20-tal kruidenvruchtenspecerijen. En staat 3 maanden te rijpen in stilte. En dan heb je een erg lekker drankje. Smaakt geweldig. Helemaal top. Ik doe hem bij een hang op. Ja. Duindoren. Lekker. Dat lijkt me. Ja, super. Lekker. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. Succes ermee. Dank je. Oké, komt dag. Goed. Bye. Hey Jan-Jaap. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het kijken hoe het ervoor staat. Het begint allemaal wat te groeien. Hier zie je de trossies komen. Kijk. Mooi. De beginnende wijn. Ja. Nou ja, ja, hier moet het van komen. Mooi. Heb je nog een flesje wit voor me? Ja, heb ik. Dat is ook fijn. Nou, lekkere wit. Flesje? Ja, een flesje. Ik kan niet beter een doosje doen, want gisteren was je hier ook al. Nou, vooruit. Kijk eens. Flesje wit. Geniet ervan. Gaan we doen. Hey, proost op de tour. Ja, super lekker. Heeft het gesmaakt? Het was heerlijk. Dus deze kunnen wel door voor de Tasty Tour. Absoluut. Mooi.